wet Breijnen geeft heel wat bescherming aan de koper van een huis of een appartement in opbouw, van de aankoop van een woning op plan. Voor eerst zal de koper onmiddellijk de eigendom verkrijgen van grond en reeds uitgevoerde bouwwerken bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst. Dit beschermt hem tegen faling van de promotor. Ten tweede, de verkoper blijft aansprakelijk samen met de aannemer en de architect gedurende 10 jaar voor de structurele gebreken van het gebouw. Ten derde dient de notariële akte van verkoop een aantal vermeldingen te bevatten ter bescherming van de koper, zodat de koper goed ingelicht is over alle omstandigheden van de verkoop. Ten vierde, de koper mag geen voorschot betalen alvorens de bouwvergunning is verkregen en ook mag hij geen voorschot hoger dan 5% betalen van de totale prijs alvorens de akte wordt getekend. Bij het ondertekenen van die notariële akte mag hij niet meer betalen dan de volledige grondprijs en het aandeel van de bouw dat reeds is uitgevoerd. Voor het saldo van de prijs zal men schijven betalen in functie van een rapport van een architect. Ten slotte zal de verkoper zekerheid moeten stellen om de voltooiing van het gebouw te kunnen waarborgen. Deze voltooiingswaarborg is 5% van de prijs bij een erkende aannemer en is 100% bij een niet-erkende aannemer. Dus in feite is de waarborg bij een niet-erkende aannemer zelfs beter voor onze koper. Raar, maar waar.